Hoi allemaal, hartstikke leuk dat je kijkt. Korte boodschap voordat je naar de vlog gaat kijken, want dit is natuurlijk niet Stuttgart, dit is Hengelo. En dit is ook niet opgenomen op zondag 12 februari, maar woensdag 15 februari. Ik ben vandaag jarig. Ik heb de discutabele leeftijd van 25 bereikt, halve Abraham. Dus ja, in mijn beste pakkie vandaag op weg naar de winkel heen om bier in te slaan voor de verjaardag. Dus zie dit als een speciale upload vanwege mijn verjaardag, de verjaardagsupload. Doe ermee wat je doen kunt. Je kunt lid worden, je kunt doneren, je kunt... Maakt niet uit. Het zijn maar hintjes, hè. Het is... zeg niet dat het moet, zijn hintjes. Veel plezier met deze video. Dat moment dat je spontaan besluit om een TGV in te stappen, dat je niet in Marseille of Lille bent, nee, in Stuttgart in Duitsland. Ik ben nog nooit van mijn leven in Stuttgart geweest. Ik heb anderhalf uur voordat mijn trein terug naar Karlsruhe gaat. Laten we eens naar het bovenste station gaan van de tandradbaan hier in de stad. Veel kijkplezier. Oeh, wat een schattig klein kaartje dit, jeetje. Blijkbaar zijn ze hier in Stuttgart bezig met een nieuwe hoopbaan over het aanleggen. Dus dat is een moken en lopen hier naar het metrostation. Nou, even een kaartje. Inzone. Oeh, wat een schattig klein kaartje dit, jeetje. Nou, als je me elk ondergrondse tram / metrostation in het Ruhrgebied voorstelt, dan is ja, hetzelfde allemaal ongeveer. Trouwens, middels de spoor staat voor smalspoortrams, maar die ziet er zo verroest uit, volgens mij hebben ze dat niet meer. Nou, ik heb de U7 gepakt, de verkeerde kant op. Maar goed, comfort review, er zijn hele zachte stoeltjes in deze trams, dat is best wel comfortabel dit. Voor de volgende keer wat beter opletten welke kant ik op moet met de metro. De oortjes begonnen ontzettend te ploppen. We gingen heel hoog de heuvels in. Aangekomen op metrostation Degerloch. Hier is de tandradbaan. Kunst. De tandradbaan hier in Stuttgart heet de Zacka. Oh ja, waar die random wagon staat. Deze tandraadspoorlijn met een spoorbreedte van 1 meter is aangelegd in, schrik niet, 1884. Super oud is dit, maar er schijnen wel hele moderne treintjes op te rijden. We gaan dit ding doen. Helaas, niet het nieuwe model voertuig, maar het oude model wat ik mee heb. Die garen wagon gebruiken ze blijkbaar als een soort fietsrek, dat je daar je fiets op kunt deponeren. Ja, bergop fietsen is natuurlijk iets heel prettig. Met deze tandraadtrein gaan wij zakken met die zakken naar de Marienplatz. Dat ik deze video zou kunnen weggooien, maar het idee om dit 's avonds in het donker te gaan doen was echt een heel goed idee. Want met al die lichtjes, als je dat zo daalt en al die lichtjes van de stad zien, echt helemaal geweldig. En ik heb eventjes research gedaan. Deze oude treinstellen gaan er dit jaar uit en een van de tegentreinen was al een nieuwe.
Ja, en zo te zien wat die vage wagon hier ook gewoon gebruikt wordt nog. Oh nee, dat zijn de backrooms van Stuttgart. Overstappen dan op Charlottenplatz, ik wil natuurlijk terug naar het Hauptbahnhof. Is gewoon inverted Brussel dit. In plaats van dat de hoge perrons niet gebruikt worden, zijn dat de lage perrons hier. Oh, daar komt mijn tram aan. Ik blijf mij verbazen. Dat zie je echt nergens in een andere stad in Duitsland. Dat die metrotram dingen, die pre-metro apparaten, zulke zachte, fijne stoeltjes hebben. Dat is echt top. Aangekomen op U-Bahnhof, Hauptbahnhof. Dit metrotram ondergrondse sneltramnetwerk van Stuttgart heeft me echt positief verrast. Wat een heerlijk netwerk is dit. Alleen zou ik metrostation Hauptbahnhof vermijden. Het ruikt er naar pis en er zijn 100.000 zwervers. Hier een hele reeks aan kopsporen en dit hier tussen wordt een ondergronds doorrijdend station. Dus je hoeft straks niet meer kop te maken. Maar het is nu even heel ruk hier. Kijk dan. Ik ben heel benieuwd wat een max voor een treincategorie is. Dit is de strijd Max 17C. Nou, ik had verwacht dat ik een sombrero op had. Omdat mijn avondje hier in Stuttgart heel goed is bevallen en ik nog een lange terugreis heb naar mijn hotel in Karlsruhe, heb ik een heerlijk lokaal pilsje gehaald. Stuttgart de Hofbrau, heel lekker. Dat het een Hauptbahnhof is, is optioneel. Nou, dat was het bliksembezoek aan Stuttgart met het metro/tramnetwerk/tantra-spoorlijnnetwerk is. Korte, rommelige, maar krachtige video. Vond je het een leuke video? Duimpje omhoog. En later wil je meer van dit soort content zien. Abonneer en word lid van mijn kanaal. Graag tot de volgende keer. Later. En addict.